Deze persoon is 18 jaar oud geworden. Toch geef je hem dat niet. Welkom bij de kader 4.6 Biocast over reageren met hormonen. Je gaat leren uit te leggen hoe hormoonklieren aan of uitgezet kunnen worden. Je moet de naam kunnen noemen van 6 hormoonklieren. Je moet ze in een afbeelding kunnen herkennen. Je moet de werking van 8 verschillende hormonen kunnen noemen en zeggen in welke klier ze gemaakt worden. Die 3 zijn alle leerdoelen bij deze paragraaf. Een auto gaat hartstikke snel en een schip die gaat iets langzamer. De auto kan je vergelijken met je zenuwstelsel, dingen die echt snel moeten gebeuren. Het direct reageren als er iets in je richting vliegt. Hormonen, die doen er wat langer over. Hormonen, regelstoffen, worden afgegeven aan je bloed en moeten dus met het bloed vervoerd worden. Dat duurt even. Dat gaat best wel snel, want iedereen heeft wel eens gebloosd. En blozen gebeurt onder invloed van hormonen. Hier zie je een hormoonklier. Er stromen haarvaten doorheen. Bloed stroomt die kant op. En zo'n hormoonklier kan worden aangezet. Je ziet nu een impuls komen via de uitloper van een bewegingszenuwcel. En een bewegingszenuwcel stuurt een spier of een klier aan, in dit geval een klier. Met die impuls die bij die hormoonklier komt, gaat die hormoonklier hormonen maken. Die regelstoffen. En in die cellen worden die gemaakt en die geven ze af aan het bloed. En via het bloed stroomt het dan door de rest van je lichaam. Hier zie je de 6 verschillende hormoonklieren. We gaan beginnen met de belangrijkste hormoonklier. Want die maakt namelijk verschillende hormonen. Dat is de hypofyse, dat kleine ertje onderaan je hersenen. Hij maakt het groeihormoon. En dat regelt de groei van je botten. En bij die man die je net zag op zijn 18e verjaardag, daar heeft die hypofyse niet voldoende groeihormoon gemaakt. Ze maken ook een hormoon dat zaadballen en eierstokken aanzet om rijpe zaadcellen en eicellen te maken. En ook maakt hij een hormoon dat de schildklier aanzet, zodat die schildklier weer hormoon gaat maken. 3 hormonen die gemaakt worden in de hypofyse. De schildklier, die maakt schildklierhormoon, en dat regelt de verbranding van glucose in je cellen. Maakt die veel, dan vindt er veel verbranding plaats. Maakt die minder, heb je een trage stofwisseling. De bijnieren, die klompjes bovenop je nieren, die maken adrenaline. En adrenaline zorgt ervoor dat er, ongeacht hoe het is met je bloedsuikergehalte, er heel snel extra glucose in het bloed komt. En dat zorgt ervoor dat je snel kunt reageren bij stress, angst of schrik. Dan heb je de eilandjes van Langerhans. Die zitten in de alvleesklier en die maken insuline en glucagon. En die regelen normaal gesproken de hoeveelheid glucose in je bloed. Ze zorgen ervoor dat je niet te veel en niet te weinig glucose in je bloed hebt. De eierstokken maken oestrogeen en dat regelt de veranderingen bij meisjes in de puberteit. Die zorgen dus voor de secundaire geslachtskenmerken. De zaadballen die maken testosteron en die regelt het ontstaan van de secundaire geslachtskenmerken bij jongens. Dit gebeurt er onder invloed van testosteron en dit onder invloed van oestrogeen. Dan zijn er 2 verschillende klieren. Je hebt de gewone klieren, zweetklieren, de klieren die verteringssappen maken. En die hebben een afvoerkanaal naar buiten toe, naar de buitenkant van je lichaam. Dus dit is een gewone klier. Wat je net zag, dat was een hormoonklier. Daar lopen bloedvaatjes en de cellen geven de stof die ze maken af aan het bloed.
En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de laatste biocast van hoofdstuk 4. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.